Ik ga weer verder in mijn zoektocht naar het beste van de Efteling. En vandaag neem ik jullie mee langs alle darkrides. Hey, hallo allemaal. Leuk dat je weer kijkt naar mijn nieuwe video. Mijn naam is Michelle en zoals ik net al zei, ga ik vandaag weer verder op mijn zoektocht naar het beste in de Efteling. En vandaag niet zomaar een video over het beste, maar misschien wel de attracties die ik het moeilijkst vind om met elkaar te vergelijken. Het is behoorlijk belabberd weer, dus het lijkt me een goed idee om lekker binnen te gaan zitten. Ik ga dus kijken bij de dark rides. Welke dark rides hebben we in de Efteling? We hebben Droomvlucht, Fata Morgana, Carnaval Festival en Symbolica. En waar ga ik naar kijken? Net als iedere keer ga ik kijken naar de wachtrij, de muziek. Ik ga kijken naar de aankleding. Dus is er overal wat te zien? Is het leuk wat we zien? Zie ik iedere keer nieuwe dingen? Dat is een vierde puntje. Blijft het vernieuwend of heb je het nou twee keer wel gezien? En een herhalingswaarde. Is het ook een attractie waar ik mezelf meerdere keren op een dag in zie gaan? Of is het meer, het is leuk voor één keer ieder bezoekje? Of gewoon voor één keer? Ik ga kijken. Ik begin bij Carnaval Festival. Carnaval Festival. Laten we beginnen bij de muziek. Ja, is eigenlijk gewoon niet zo heel goed toch, maar hij is wel iconisch. Iedereen kent het, dus dat zijn zeker pluspunten. Het past ook wel bij de attractie. Ik geef daar 2 punten voor van de 5. Dan gaan we naar de wachtrij. Er zitten een paar leuke details in de wachtrij. Dat is dat televisietje. Die boom die dwars door het dak heen gaat, vind ik leuk gedaan. Maar verder, ook dit is eigenlijk gewoon een lange saaie meandering, dus ook hier geef ik 2 punten voor. Dan de vernieuwing. Ik heb langzaam wel het idee dat ik bij Carnaval Festival alles gezien heb, maar ik heb ook wel het idee dat er regelmatig dingen worden aangepast of zo. En ik ben nog steeds op zoek, er moet ergens een pop zijn met 5 vingers. Ik weet niet waar die zit, kunnen jullie het me vertellen? Dus voor de vernieuwing, ja, omdat er toch altijd wel ergens een verrassing is, geef ik er 3 punten voor. Dan gaan we naar de herhalingswaarde. Ik zie mezelf niet zo heel snel 2 keer op een dag doen, maar wel bij ieder bezoekje. Dus daar geef ik ook 3 punten voor. En wat blijft er dan nog over? Ja, de aankleding op zich. Er zijn best nogal wat kale plekken in de attractie, waar je gewoon een stuk lood ziet. Dus ook hier ga ik voor 2 punten. Ik ben kritisch bij deze, maar dat moet ook, want het is heel moeilijk vergelijken. Ik ga door richting Fata Morgana. We'll be right back.
echt wel goed. Maar er zijn wel stukken in het park die ik iets beter vind. Dus daarvoor krijgt hij 4 punten van mij. De wachtrij is eigenlijk altijd wel lekker kort. Dus die geef ik de volle 5 punten. Dan gaan we naar de vernieuwing. Ik zie hier wel elke keer iets nieuws. Ik ga er niet elke keer in als ik hier ben. Maar wel iedere keer zie ik nieuwe dingetjes. Dus daar geef ik 4 punten voor. Dan de herhaalwaarde. Ja, ik weet dat die voor heel veel mensen een favorietje is. Maar ik zeg het net, ik ga er eigenlijk helemaal niet zo vaak in. Dus ga ik ook voor 4, omdat ik weet dat veel mensen hem wel heel... Ik vind hem ook wel heel tof, dat is het niet. Maar ik weet het niet, ik sla hem gewoon heel snel over. En dan houden we nog over de aankleding. Ja, ook hier is niet overal iets te zien. Maar op de stukken waar dan iets is te zien, dat hebben ze wel gewoon mooi aangekleed met rotspartijen en zo. Een beetje in thema. Dus daar geef ik de volle 5 punten voor. Ik ga door naar de volgende in het lijstje. Dat is Symbolica maar. Ik ga proberen er doorheen te kijken dat het nu niet allemaal heel soepel loopt. Maar goed, we beginnen bij de muziek. Ja, gewoon muziek denk ik. 2 punten. Ja, ik vind het echt niet heel bijzonder, maar ja, het is ook niet slecht of zo. Dan de wachtrij. Die is altijd oneindig, dus daar krijgt hij echt 1 punt voor. Dan gaan we naar de vernieuwing. Ja, dit is wel ook zo'n ding. Hier zie ik ook altijd wel iets nieuws. Ook omdat er altijd iets nieuws kapot is misschien. Maar ik zie altijd iets nieuws. Er is zoveel in Symbolica. Ja, dus die vernieuwing, dit blijft nieuw. Daar geef ik, nou doe maar 5 punten voor. Dan gaan we naar de herhalingswaarde. Ja, ik doe hem wel. Ik ga er wel, Symbolica moet ik wel altijd even gedaan hebben. En een tweede keer vandaag vind ik ook niet erg, dus daar krijg ik van ook 4 punten voor. En dan de aankleding. Ja, hier is echt overal iets. Veel voller kun je het niet krijgen, maar het is ook niet overdreven of zo vind ik. Dus ook daarvoor krijgt hij van mij de volle 5 punten. Dan gaan we weer door naar de laatste. En zeker niet de minste denk ik. Naar Droomvlucht. Thank you.
De laatste alweer. Droomvlucht. De muziek. Ja, is prima. Ook niet super, maar het is wel mooi. Ik geef daar 3 punten voor. De wachtrij. Ik weet niet welke ik oneindige vind. Die van Symbolica of die van Droomvlucht. Maar hier gaat dus ook maar 1 punt naartoe. Want hij is ook altijd lang. En hij is super saai. Heel veel mensen vinden het meevallen omdat hij wel snel doorloopt. Ja, ik ervaar dat niet zo. En dan de aankleding. Ja, ook hier is bijna overal wel wat te vinden. Op sommige plekken wel minder, maar er is het vooral donker. Dus dat is ook wel mooi opgelost. Want ja, het is natuurlijk ook een droom. Dus daar ga ik voor de 4 punten. Vernieuwend. Ook hier zie ik eigenlijk altijd wel heel veel nieuwe dingen. Vooral in die ruimte met die tuin, met die elfjes en zo. Ik weet even niet hoe die heet. Dus daar geef ik 4 punten voor. En herhaalwaarde. Ja. Ik kan hier echt wel meerdere keren op een dag in. Alleen dan moet er geen volle rij staan. Dus daar geef ik 4 punten voor. Dan komen we bij de ranglijst. En dan zien we een hele verrassende nieuwe koploper. Maar we beginnen onderaan met Carnaval Festival. Met 12 punten. En opvallend, op de totale ranglijst komt deze op een gedeelde laatste plaats te staan. Met de show van Jokie en Jet onder andere. Nog 3 andere. Maar onder andere met de show van Jokie en Jet. Dan gaan we naar Droomvlucht. Die staat op een 3e plaats met 16 punten. Symbolica, 1 puntje meer op een 2e plaats. En bovenaan met 22 punten. Op de 1e plaats Fata Morgana. En dat zijn 3 punten meer dan de oude voorgangers. Villa Volta en de Sprookjesboomshow. Ik weet niet of ik hem echt zoveel beter vind. Ik weet überhaupt niet of ik hem beter vind. Maar ja, ik kan me er wel in vinden. Nu we verder alles gehad hebben voor deze video, wil ik jullie nog aan 1 ding helpen herinneren. Over precies een maand, 9 december, is de winterrun voor Villa Pardoes. Ik ga 6 kilometer hardlopen. En als ik 500 euro binnenhaal, dan ga ik voor de 10 kilometer. Ik ben inmiddels begonnen met trainen. Dus het moet helemaal goed komen. Maar vergeet zeker niet te doneren voor dit fantastisch goede doel. Je maakt er echt heel veel gezinnen met ernstig zieke kinderen heel blij mee. Dus ik zeg zeker doen. Precies een maand, 9 december. Dus doneer snel. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik wil jullie heel graag bedanken voor het kijken. En ik zie jullie hopelijk snel maandag weer terug bij mijn nieuwe nieuwsvideo. Tot de volgende keer. Doei, Jokie.